Lieve Nijmegenaren, het is nu zo'n 15 maanden geleden dat ik voor het eerst via een filmpje als deze u toesprak vanuit het centrum van de stad waar ik nu sta over het coronavirus en wat dat zou gaan betekenen voor ons. We waren toen allemaal wat bang. We wisten niet wat er ging gebeuren behalve dat het een dodelijk virus was. En gelukkig kunnen we nu, ruim 15 maanden later, concluderen dat de meeste maatregelen weer van tafel zijn. We moeten nog afstand houden. Goed op onze hygiëne letten, maar we kunnen weer in de bioscoop, lekker op het terras zitten, weer wat meer naar het werk, bij elkaar op bezoek. Kortom, we kunnen weer mens zijn, we kunnen weer elkaar ontmoeten en de dingen doen die we altijd graag willen doen of moeten doen. Ik wil u allen ook heel erg complimenteren voor de geweldige inzet die iedereen heeft getoond de afgelopen ruim 15 maanden. Of het nou voor je werk is, of gewoon persoonlijk thuis. We hebben als Nijmeegse samenleving laten zien dat we dit vreselijke virus, wat zulke nare gevolgen heeft gehad voor veel mensen die ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden. Maar we hebben ook laten zien dat we ons aan die maatregelen hebben kunnen houden. En daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Ik wens iedereen een mooie zomerperiode toe. Blijf de afstand houden nogmaals. En dank jullie wel.